Dan moest je het toch zo doen? Dat was mijn kat. Dat kan. Ganisha. Hey allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op Tina TV. Zoals je ziet ben ik hier vandaag alleen. Julia is er even niet. Maar ik heb weer een super leuke challenge voor jullie. Namelijk de Not My Arm Challenge. Ik ga daarom ook een paar producten voor jullie testen. Nou, we moeten natuurlijk beginnen met een super mooie make-up look. En we beginnen daar natuurlijk altijd mee met de basis, de foundation. Beetje bij mijn kaaklijn. Oh, en in mijn mond. Want dat maakt het mooi. Ja, dat doe ik ook altijd een beetje op mijn kin. En op mijn neus een klein dipje. Bij onder mijn ogen natuurlijk, voor de wallen. Ja. Oeh. Dat was mijn kat. Nu de basis er eenmaal goed op zit, gaan we door naar de lippenstift. Ik heb een lekker felle kleur rood. Nou, die gaan we nu eens even opbrengen. Op mijn lippen. Ja, ja. Een beetje op mijn kin. Ja, zo doen we dat. Ik doe altijd een beetje ernaast, zodat mijn lippen groter lijken. Dat vind ik mooi. Ja, even iets meer op het kwastje, want ja, is een beetje leeg. Oh, ja, oh shit. Ja, oké, we doen er lekker veel op. Ja, even goed aan mijn lippen zitten. Ja, wat ik dus net al zei, ik doe iets meer buiten mijn lippen. Want dan lijken mijn lippen groter. En soms gebruik ik het ook voor mijn kaaklijn een beetje. Ja, en onder op mijn kin. Ja, en op mijn tanden gaat het natuurlijk wel eens fout. Oh, ja. Nou, het zit er nu allemaal op. Waar is het dingetje gebleven? Ja, ik heb hem bijna gevonden hoor. Ja, ja. Oh. Ja, hij zat er al in. Zo, nou laten we verder gaan. Ik ben bijna klaar voor mijn afspraak, maar ik moet nog eventjes mijn tanden poetsen. Nou, dit is mijn mooie paarse tandenborstel en ik heb deze mooie, nou ja, lekkere tandpasta. Hoop ik. Even het folietje eraf, hij is gloedje nieuw. Ja, bijna. Zit altijd goed vast. Zo, wat een lucht. Ja, tandenborstel erbij. Er zit nog een beetje lippenstift op mijn handen, dus ja, het maakt niet uit. Ja, het zit wel. Ja, nou, dan ga ik gewoon poetsen. En ook mijn kiezen goed. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Oh ja, oh ja. En goed naar tandvlees. Zo goed dat het gewoon bijna weggaat. Ja. Even mijn kiezen nog misschien. Ja. Niet mijn keel. Ja. Ja, ja. Ja, ik denk dat het wel goed is. Nou, nu kan ik even spoelen. En dan zijn we klaar voor de afspraak. Let's go! Hoi, ik zou hier vandaag eigenlijk met Megan zitten, maar die had helaas een afspraak. Dus vandaag zit ik hier lekker in mijn eentje. En ik ga nu lunchen. Ik heb super veel honger, dus laten we maar snel beginnen. Ik begin mijn lunch altijd met iets gezonds en iets wat niet te zwaar op de maag valt. En dat is voor vandaag een appel. Ja, ik neem gewoon een lekker grote hap. Eerst even voelen met mijn kin. Dit is echt heel lekker. En dan doe ik nog een hapje. Echt lekker. Oké, nu nog eens heel eentje. En nu spoel ik het even weg met wat water.
lekker. Zo, nou, nu ben ik wel klaar voor het gezonde gedeelte. En nu komt natuurlijk mijn lievelings, de cake. Ik heb hier een lekkere grote boerencake liggen. En ja, die maak ik even open. Het is echt een flinke, maar ik heb ook best wel veel trek nog, dus dat komt wel goed. Ik trek hem even open, het is best wel vervelend. Oké. Dan wip ik hem maar uit. En dan leg ik hem neer. Ik gooi deze verpakking maakt me altijd best wel agressief, want het is heel... Dit gaat echt super moeilijk, maar ik draai hem nog even één keer. Ja, en ik snij er nu een flinke plak vanaf. Zo. En dan pak ik nu de slagroom. Die staat iets verder op de tafel. Ik kan er net niet bij. Ik ga het even met mijn andere hand pakken. Even met mijn andere hand. Iets meer naar voren pak ik hem nog. Hij ligt achter het cakepak. Wat meer naar links. En daar heb ik ook de pak hoor. En ja, dan voel ik nog even waar het cakeje ligt. Ik schud hem even door. Een flinke klodder. Nog wat meer. Een bergje. Nog wat meer. Dan... Zo, dit vind ik wel weer goed. En dan pak ik gewoon de hele hoofd. Pak ik gewoon alle slagroom. Slagroom. Gewoon niet zo. Nou, nu is het wel weer genoeg geweest. Dit was in ieder geval echt een hele lekkere lunch. Ik kan er weer de hele dag vol tegenaan. En dankjewel voor het kijken. Geef deze video zeker even een like als jij ervan genoten hebt. En vergeet je niet te abonneren op Tina TV. En dan zien we jullie volgende week weer. Doei doei. Doei doei. Doei doei.